We zijn onderweg naar Chicago, maar we hebben even een pitstop gemaakt. In Buffalo. In Buffalo. Want ja, hoe kan het ook anders? Hier komen de Buffalo Wings vandaan. En waar we nu gaan eten in de Anchor Bar, daar zijn ze zelfs ontstaan. We zijn in Chicago, we gaan vanavond weer couchsurfen. Samantha's day, and he's my client. I'm a prostitute. Onze eerste parkeerboete, $200. Maar ja, het is even slikken. The Rocky Mountains. Ze zeggen en schrijven 13 augustus 6:30 s'avonds. We gaan een stukje wandelen. Op zich, qua hiken valt het mee. Maar daar, ijle lucht zo op 3 kilometer hoogte, maakt het toch wel enigszins zwaar. De maan begint op te komen in de Rocky Mountains. In de Rocky Mountains, National Park. Einde van een mooie eerste dag. Ja, het is dus goud. Goud. What we found, man. Right. It's gold pyrite. Yes. Proberen te slapen. Ja. Fucking spannend. Wel mooi is het. Oh. Ik ben uiteindelijk in de auto beland. En dat ik vannacht. Toen ik even buiten ging pissen. Ja. Daarna een enorme hecht bij de tennishond. Dus uit de enige paniek ben ik meteen op de achterbank gedoken. We hebben op zich redelijk goed geslapen. Daar gaan we. Bijna aan de top. We zijn er. Allebei even Spaans verlaten op dit moment. Zo. Rechts van ons nog wel een stokje, maar een soort van tornado. Man, maar ja, laten we er maar vanuit gaan. Voor ons is de weg nog redelijk mooi. Rechts is het al minder. Oh man, we zijn een beetje uitgeweken. Een beetje gestrest. We zijn een beetje gevlucht, denk ik. Tornado ontvlucht. We zijn weer een dag verder. Ga maar eens passen, want we mag onderhand wel eens. En klaar. De los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar. We just wrapped the cup of coffee and we got a little mini concert. And he played very, very well. What did you find on the road? Is he gonna make it? I think your brother's gonna make it. He's gonna do very well. And don't. Toen juist de berg afging, begon het er helemaal opeens te roken. Hij doet het nog, er is niks aan de hand. Onze derde dag, net als in het park, vandaag ging.
I mean, take care. Maar dit is de Four Corner Monument. Als ik hier sta, sta ik in Arizona. Hier in Utah. Hier in Colorado. En hier in New Mexico. Oh ja, fantastisch. En we hebben de $3 opgelaten. Zo mooi die kleur. Unos a otros conmigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. We zijn net Salt Lake City voorbij. Vanavond weer couchsurfen. Bij, hoe heet ze ook weer? Ja, Chris. Hij of zij. Hij of zij, weten we nog niet. Maar ben benieuwd. So, what do you call a 300-pound woman from Minnesota? No. Anorexic. Okay, we had two pigs, ham and bacon. Yeah. And then my second two cows were Stroganoff and Wellington. First name Beef. That's what I'm known for, my laugh. Unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido, unos a otros conmigo. ¿Qué tal para Salt Lake City, Sam? Moet je op de minst even zwemmen in Salt Lake. Zo. Oké, okay. Dat was misschien niet het beste idee. And we are at the world famous but top secret. Black Rock International Burn Hospital.